dat is dit Nederlandse volk. Dit is geïnspireerd door wat Hitler in Nuremberg deed. Die had daar weliswaar veel groter, maar die had het soortgelijk idee in. Een muur met een spreekgestoel en een groot vergaderplaats ervoor. Maar wij zouden het zelf toejuichen dat er een echte monumentenstatus aankwam, dat die dan ook beter beschermd is. Het is geschiedenis. De NSB is deel van onze geschiedenis. Wel een niet zo fraai deel, maar het hoort er wel bij. Maar het is ook voor mij is het ook een monument wat moet blijven staan als het teken van waarschuwing. Tja, dat is Chamberlain die dan hier bij de kaart staat. Hè? Die dan dacht dat hij die man met de snor, dat hij die in de gaten kon houden en dat hij die kon manipuleren. Maar dat is toch van een naïviteit. Het is een onderdeel van de geschiedenis van Nederland. Een negatief onderdeel zou je het kunnen noemen. Maar ik vind het wel van belang dat dat behouden blijft, dat het verhaal behouden blijft, want daar gaat het om. Als die muur geen verhaal had, dat is zomaar in het landschap stond, punt, verder niet. Maar het is een muur met een verhaal en daarom vind ik dat die behouden moet worden. Het emotionele aspect moet niet verwaarloosd worden. Dit is een beladen muur. Maar dat wil nog niet zeggen dat je hem daarom maar moet vergeten of weg moet doen.